Het UroLift-systeem is een beproefde minimaal invasieve procedure voor de behandeling van mannen met een vergrote prostaat veroorzaakt door goedaardige prostaathyperplasie, oftewel BPH. Het is aangetoond dat het de urinewegsymptomen verlicht en de kwaliteit van leven verbetert met minimale bijwerkingen. De behandeling met het UroLift-systeem wordt vaak toegepast in een klinische omgeving onder plaatselijke verdoving. De procedure van het UroLift-systeem begint door een schacht in de urinebuis in te voeren. De arts krijgt een duidelijk beeld van de anatomie door middel van een ingebrachte cystoscoop. Wanneer het deel van de urinebuis door de vergrote prostaat wordt geblokkeerd is bereikt, wordt het obstructieve weefsel opzij geschoven. Door te drukken op de hendel wordt een 19-gauge fijne holle naald doorsnee door de prostaat gevoerd. Door nogmaals te drukken wordt het implantaat aangebracht door een klein lipje van de nitinol te verankeren aan de buitenzijde van de prostaat terwijl de naald wordt ingetrokken. Aan het lipje is een stukje eendradig hechtmateriaal van PET bevestigd. Door een laatste maal te drukken wordt het implantaat voltooid. Door een roestvrijstalen uretraal eindstuk op de hechtraad te plaatsen. Afhankelijk van de prostaatgrootte en de omvang van de obstructie kunnen meerdere implantaten op dezelfde manier worden geplaatst. Typisch worden vier tot zes implantaten in de prostaat aangebracht. De arts zal bepalen hoeveel implantaten nodig zijn om een open kanaal te krijgen. Het buitenste prostaatkapsel is stevig en maakt een hechte verankering mogelijk. Zo kunnen de implantaten het weefsel van de vergrote prostaat uit de weg tillen zodat de urinebuis niet langer geblokkeerd wordt. De grootte van de implantaat wordt afgestemd op de individuele patiënt en prostaatkwab. Bij het spannen van de hechtraad wordt hij verkort, waardoor de prostaatkwabben naar de zijkant worden samengedrukt. Dit verlaagt de druk op de urinebuis en levert onmiddellijke zichtbare resultaten op, zodat urine vrij kan stromen. Het is een mechanische oplossing voor een mechanisch probleem. Voor deze minimaal invasieve procedure wordt geen weefsel weggesneden, verwarmd, verwijderd of vernietigd. Deze procedure voorkomt erectie- en ejaculatiestoornissen. Het zorgt vaak ook voor een vlot herstel, milde tot matige bijwerkingen en een snelle terugkeer naar de normale activiteit. Het Eurolift systeem is een klinisch beproefde behandeling waarmee mannen die lijden aan een vergrote prostaat kunnen afstappen van BPH-medicatie en een ingrijpende operatie kunnen vermijden.